We zitten in de auto, gaan kijken of we een beetje door de bergen kunnen lopen. We rijden nu door de Alpen in Zwitserland. Vakke vet. Oké, ik en Rick hebben even een pauze genomen van het rijden, want ja, ik rij al best weer lang. Hier staan wij. En dit is zo'n chic uitzicht. Het is alleen jammer dat je het niet zo goed ziet door de mist. En op camera lijkt het natuurlijk altijd minder mooi dan in het echt. Maar ja, dit zijn wel echt gekke uitzichten. Hopelijk zitten we straks nog iets hoger. Dan kunnen we jullie wat meer laten zien. Let's go! Rick gooit even onze McDonald's weg. Wij gaan een beetje verder rijden richting al deze gekke bergen en dan zien we wel waar we uitkomen. Let's go! Oké, Rick en ik hebben de auto geparkeerd. We gaan even een stukje lopen door de bergen. En ik heb nu even de andere lens erop gezet, zodat je iets verder in kan zoomen op de bergen. Dus ik ben nu wat verder ingezoomd in de vlog. Maar kan je ook iets verder inzoomen op de bergen? Ja, dat is wel lijp. Even een weekendje weg met Rick, ja. Zo. We laten de auto achter. Ik en Rick lopen nu even te voet verder. Oeh, ik zie daar weer eens tevoorschijn komen. Oh, ik weet niet eens of je dat kan zien op de camera. Het is zo... Ja, holy shit. Dat is hoog, Rick. Ja, het is moeilijk om hier veel shots te maken. Omdat het gewoon op camera is denk ik niet zo mooi. Ook door de mist en zo. Dat je, of door de wolken. Dat je niet echt goed die pieken kunt zien. Maar echt bizar. Het is echt... Het is letterlijk niet te filmen. Jullie moeten dit maar in het echt gaan bekijken, jongens. Alle naar Zwitserland. Kijk, sneeuw gespot daar. En ook gewoon op onze hoogte, hè. Hier, kijk dan. Dat je zo hoog bent, dat je gewoon sneeuw ziet. We rijden gewoon fucking langs sneeuw, man. We rijden gewoon langs een watervalletje. Zo, hé. Kan je naar beneden filmen? Dat is zo fucking hoog. Je ziet niks. Ik wil niet eens weten hoe hoog dit is, man. Dat is hoog. Mag mij zo. Yes, we zijn weer van de bergen af. We hebben net een heel stuk gereden in de mist. Zagen we echt helemaal niks. We zijn hier echt nog hoger dan dat. We zijn veilig op de grond en we gaan straks naar Camping Eigels. Dit uitzicht is ook wel echt bizar hoor. Daar. En natuurlijk hier ook. Alleen maar bergen en het is zo hoog. Dat is echt bizar. Dus we zijn nu weer onderweg 2 uur rijden. Dan gaan we de tent opzetten en dan gaan we een nachtje goed slapen. Want gisternacht hebben we wel in de auto geslapen. Gewoon onder de dekbedden op de stoelen. Lag wel lekker, alleen we zaten niet echt op een goede plek of zo. We konden geen parkeerplaats vinden. Dus we waren gewoon een beetje op een random plek gaan staan. Ja, dat willen we niet nog een keer. Dus we gaan nu gewoon lekker naar de camping. We zijn niet in Camping Eigels, want de plek was vol, ik kreeg een bericht van. Er was nog wel tentplekken, maar geen autoplekken meer. Dus we zijn nu op een leuk plekje. Ik en Rick hebben hier een tentplek voor 1 nacht voor maar 24 euro. En daar is Rick al lekker bezig met de tent op te zetten. En dan wordt dit ons plekje voor vannacht. Helemaal gek. Ik kom je wel even helpen met de tent. Nou, dan ga ik Rick even helpen met de tent. En dan zie ik jullie wel weer wanneer we klaar zijn met het opzetten van de tent. Daar is Rick met de boventent. Ik heb ondertussen met Rick alvast de ondertent opgezet. En nu gaan we de boventent eroverheen doen. Zo, het was opeens de volgende dag. Ik en Rick hebben de tent opgezet en hier hebben we vannacht geslapen. Rick heeft hier geslapen. Ik heb op dit bed geslapen en lag wel prima vannacht. Beter dan in de auto slapen in ieder geval. Zo, we zijn inmiddels weer uit de tent. Dit is de tent van buiten, Rickert. Ja, mooie tent. Oké, wacht, ik ga ook de tent doen. Ja, tent review. Kom maar binnen. Er ligt een fles ijsthee. We hebben een luchtbed. Een bedje van Robin. Kijk, perfect. Water, Zwitserse water. Hier, met bergen erop. En een flesje ijsthee. En een flesje ijsthee. Oké, ik heb even een muts op, want ja, mijn haar zit voor gemeten. En Rick, ja. Jij werd vannacht met je eerste geteisterd door een tor. En nee, toen wou je even plassen. Zo'n tor. Ik zweer, die tor die zat dus hier, hè. De hele tijd tussen onze binnen- en buitentent. Maar daar lagen ook mijn schoenen. Ja. Wat is nou het probleem? Die tor is in mijn schoen gekomen en ik ben naar de wc gegaan. Dus, ik zat zo te lopen en ik dacht, wat de fuck zit er nou in mijn schoen? Oké, we stappen weer in de auto. We gaan de camping even verlaten. We laten onze tent staan. En dan gaan we nu weer verder met onze roadtrip. On the road again! Of nee, toch niet? Oké, het is inmiddels een uurtje later of zo. Of een paar uurtjes, geen idee. Maar we zijn nog steeds niet vertrokken. We zijn nog steeds bij de camping. Ja. Wow.
We hebben wat autopech. We hebben wat autopech, ja. Maar we hebben hulp. Er is hulp. Er is iets aan de hand met de motor. Het belangrijkste onderdeel van de auto. Nou, nu moeten we dat weer zien te fixen. Ja. En anders ja, hebben we in ieder geval een slaapplek. Dus dat scheelt. En hoe we weer terugkomen in Nederland? Geen idee. Oké, onze auto wordt nu weggesleept door de hulpauto. Daar is de hulpauto. Daar is onze auto. Het is nu weekend en hij kan niet eerder gefixt worden dan maandag. Dus ja, we zitten vast. Nou, even een sick shot filmen van hoe Rick zijn auto wordt weggesleept. Oh nee, daar gaat hij. Om dit. We hebben nu geen auto meer. Op dit moment is het dan inderdaad afwachten tot maandag. En dan hoop ik dat het allemaal goed uitpakt voor jullie. Ja, dankjewel. Oh, hier is de telefoon. Fucked up. We hebben net even naar de ANWB gebeld en we kunnen dus geen hulp krijgen daarvan. Nou, tot zover even een update en nu is het even kijken wat we de komende 3 dagen gaan doen. Want ja, als die maandag pas gerepareerd kunnen worden, ga ik ervan uit dat we dinsdag pas terug kunnen rijden. Ja, dat hopen we. We hopen dat we dinsdag terug kunnen. Oké, even een update. Ik en Rick zijn maar even een stukje gaan lopen, want ja, we kunnen niet rijden. En Bouwslab kunnen we vandaag ook niet heen, want het OV is te duur. Het is al te laat, dan is het te duur om te springen. Ik ga niet voor 3 uurtjes 90 euro betalen. Nou ja, hier is een berg en ja, het was heel bewolkt, dus we dachten dat hij hoger was eigenlijk. Maar nu beginnen de wolken een beetje weg te gaan en nu lijkt hij eigenlijk helemaal niet te hoog. Maar daarachter zijn wel ook nog wel gekke bergen. Ik denk alleen niet dat je dat heel goed ziet op camera. En we hebben nog wel een stukje te gaan, hè? En nog een klein stukje. Het is hier wel mooi, hoor. We gaan steeds een stukje hoger. Hopelijk krijgen we straks een beetje uitzicht over het dorp waar we zitten. Rick en ik naderen nu bijna een piek van een heuvel. Er zijn een paar koeien. Die zijn aan het eten. Wat koeien aan het eten? We hebben even een tussenstop genomen. We zijn op de helft van onze route. Ik zal de route wel even als een screen in beeld zetten, dat jullie een beetje een idee hebben van waar we hebben gelopen. Best wel een mooi uitzicht. Prima. Prima. We zijn weer verder nu aan onze wandeling. We hebben net daar ergens gezeten op een bankje. We lopen nu verder. Maar nu we eigenlijk dit heuveltje voorbij zijn, zien we dat er achter ook nog weer een berg is. En dat die steeds zichtbaarder wordt omdat de mist een beetje wegtrekt. En hier wordt ook de berg af en toe groter, af en toe kleiner. Nou Rick, wat is dat? Dat is gewoon een waterval. We hebben een waterval. We hebben een waterval. Oh nee. Vol water. Een val of water. Ja, ja, daar komen ook weer bergen tevoorschijn, Rick. Ja, dat is toch een mooi uitzicht. Oh ja, dat is ook al. Dat is nog dichterbij zelfs. Zo. Nou, we zijn nu op het midden van onze route. Op de splitsing waar we weer naar beneden gaan. Dus we gaan hier weer naar beneden. En dan hebben we het hoogste punt bereikt. Maar wel ook denk ik met het mooiste uitzicht. Met sneeuw in de achtergrond. Alleen de bergen beginnen nu alweer een beetje te vervagen. Jullie kunnen dit niet zien, maar het is echt zo lijp. Want die heuvel, die loopt al heel hoog. En dan zie je achter die heuvel, dachten we dat wolken waren, komen ineens bomen voorbij. Er zijn gewoon een nog hogere top. En zelfs daar ook. Ik weet niet of jullie dat op de camera kunnen zien. Ik kan misschien een fotootje in beeld doen. Maar ja, je kunt een beetje zien. Maar dat is hoog. Dus je denkt dat je de piek al hebt gezien, dan wordt het in één keer nog hoger. Rick is ook op een top aan het genieten. Oké. Hey, hondje. Ik kom nu gewoon even een hondje tegen. Gewoon heel random. Lopen weer een beetje bergafwaarts. Oh, ja, ja, nee, dat is een wolk, toch? Is dat nog steeds diezelfde piek? Nee, dat kan toch niet? Voor mij is dat een wolk. Nou, dat is een wolk, sowieso. Hé, hey, kijk eens wie daar aan komt lopen. Hé. Hey. Alle beesten verwacht je in Zwitserland. Nou ja, niet alles. En wat ik dan totaal niet verwacht, is een struisvogel. What the fuck doe jij hier? Er zitten hier ook fucking veel struisvogels. Wat moet je nou weer met een struisvogelfarm? Een watertje. Bij bijna het eind van onze route. We hoeven nu een klein stukje uit te lopen en dan zijn we eigenlijk weer waar we begonnen met de cirkel. En dan lopen we nog een stukje naar links en dan zijn we alweer terug bij de camping. We gaan maar eens wat eten halen, of niet? Yes. Dus we gaan weer terug naar de kolk. Dus ik zie wel weer wanneer ik de camera oppak. Joejoe. Oké, ik en Rick zijn nu bij het station vlak bij de camping. We gaan nu opstappen naar een trein richting Bern. En vanaf daar gaan we met een trein verder richting Belp. Dan pakken we nog een bus naar Bouwslab. Precies wat we dus niet moesten gaan doen. Ja. Nog een indicatie van een kapotte diesel- of benzinepomp is het. Wegvallen van vermogen onder zware omstandigheden. Ja. Hierbij kunt u voorstellen of denken aan bergtop bereiden.
of met een caravan of een aanwagen. Wat hebben wij dus gisteren gedaan? Ja, de bergtop opgereden waar sneeuw op lag. Ja. Meerdere keren. Ja, dus we hebben waarschijnlijk de benzinepomp dus. De benzinepomp is dus gekregen. Oké, en hoe duur is het om een benzinepomp te vervangen? Kan je dat googlen? Pomp kostte 100 euro, werkloon 200 euro. Totaal vervangingskosten 300, 700 euro. 300 tot 700 euro. In Nederland. En we zijn nu in Zwitserland. En hier zijn we gewend dat dingen soms wat duurder uitvallen. Ja. Ja. Dus dat wordt wat. Maar wabberen met Ben. Dit is waar de camping was. Hier hebben we vorig jaar op de camping gezeten. In camping Eichels. Dat zijn enge kosten, Rick. Laten we maar niet van het ergste nu uitgaan. We zijn nu weer in Wabberen bij Bern, op dat bankje daar. Dit is de plek waar de intro is opgenomen van de vorige vlog. Als je daar naar beneden gaat, dan kom je uiteindelijk bij de camping uit waar wij hebben gezeten. Nee, voor. Maar hey, ik en Rick, we gaan even een stukje lopen. De bewolking is weg en we willen nu de bergen zien. We hebben nu een iets beter uitzicht van ook die berg. We gaan even kijken of we die pieks in de achtergrond kunnen zien. En of daar misschien nog iets hogers achter zit dat we gisteren niet konden zien. Dus ja, we gaan weer een stukje teruglopen. Het zijn Zwitserse struisvogels. Ja, we kunnen wel een stukje door. Oké, Rick, we zijn aangekomen met de auto op een spot. Het is een hele mooie spot. Overal bergen. Overal waar je kijkt. Daar, daar. We zijn dus aangekomen hier met de auto. We hebben nog even een uurtje gereden voor deze spot. Bizar dit. Nou, loop hier maar even een stukje heen. Sluit weer mij de vlog af. Tot de volgende, like, abonneer. En tot in Nederland. Tot in Nederland. Like, abonneer. Tot de volgende. We zijn op de terugreis en we komen het een naar het andere gekke. Ja, wat is het? Natuur tegen. Zo. Een naar het andere gekke landschap. Rick. 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 In een Rick car. En net wanneer je denkt dat je bijna thuis bent, krijgen we een file. En ja, daar staat hij dus echt al een uur op. Zo komen we natuurlijk nooit thuis. Ik hoor het overal getoeter en gezongen. Doe normaal. Van alles gaan hier, maar we rijden. Nou, daar gaat onze sleper. Nou, daar zitten we dan, Rick, bovenop een sleepauto. Houdt niet op. Het houdt niet op. Hé, hey, we rijden weer. We hebben dus hier de hele ochtend vastgestaan. En we zijn nu eindelijk weggesleept. De wegenwacht kreeg me ook niet aan de praat. Fucked up. Nou ja, we gaan ooit thuiskomen. Ooit gaat het goed komen. Of nee, toch niet?